Lorenzo Matarese, die achternaam die klinkt enorm Italiaans. Ja, ik ben half Italiaans, half Belg. Dus ik heb mijn twee ouders. Mijn vader die van het zuiden van Italië komt. En mijn moeder van Sicilië. Jij hebt dus het voetbal wel met de paplepel ingekregen, denk ik, hè? Ja, ik ben daar wel heel vroeg mee begonnen eigenlijk. Ik denk op mijn vierde was ik begonnen in een club. In een caféclub. En misschien zelfs daarvoor, ik weet het niet meer, ja. Maar ik denk dat ik een beetje met mijn vader of zo heb gespeeld. En dus heel vroeg. Jouw opleiding, onder andere bij Anderlecht, Genk, Sint-Truiden, dat is een hele bagage, hè, man. Dat is waar. Ik denk dat het mij veel gaat helpen dit seizoen. Zo van wat ik daar allemaal geleerd heb. En zeker dat elke keer een beetje verschillend voetbal was. Dus dat is wel een leuk bagage, ja. Je bent centrale verdediger. Ben je dat altijd geweest? Ja, toen we heel klein waren, was er niet echt een positie. We waren overal aan het lopen. En rond een U8 ben ik centraal verdediger, hebben ze me daar gezet. Ik heb ook soms als verdediger middenvelder gespeeld. Vorig jaar een paar keer ook, maar vooral centraal verdediger, ja. Die wandelen hier, hup, tak. Voortdraaien. Voortdraaien, hup. Je straalt wel rust uit op die plaats. Hè? We hebben een paar keer gezien dat je daar stond en zelfs die kapiteinsband dragen, geeft dat een speciaal gevoel? Eerst voor de rust uitstralen. Allee, ik weet dat ik dat uitstraal, maar ik voel me soms wel zenuwachtig. Dat heb ik wel. En het lijkt alsof hoe meer zenuwachtig ik ben, hoe meer rust ik dat ik uitstraal. Dat is een beetje tegenstrijdig, maar dus, ik weet niet. En de kapiteinsband... ik ben er fier op om die te dragen en de coach heeft beslist om die wedstrijd mij de band te geven. En ik weet niet of hij de volgende wedstrijd mij weer het vertrouwen gaat geven. Het is inderdaad wel een blijk van vertrouwen, hè? Dus je straalt wel die maturiteit uit, hè? U zegt het, hè. En ik neem het als een compliment, denk ik. Ik heb jouw persoonlijke fiche eens bekeken. Hobby's, koken, lezen, fitness. Je bent wel de ideale schoonzoon, volgens mij. Ik heb geprobeerd om van mijn grootmoeders te leren koken. Ik heb nog niet veel de kans gehad. Ik heb veel meer van mijn moeder geleerd. Maar ik zou graag elke keer naar mijn grootmoeders gaan en van hun te leren, om echt oud Italiaans te leren koken. Zeg, wat zijn jouw verwachtingen dit seizoen? Minuten maken, groeien, plezier en proberen te winnen, daarvan heb je het meeste plezier van, denk ik. Oké, bedankt Lorenzo. Graag gedaan.